Dag allemaal, welkom. Anne-Claire Mulman hier. Onze website is www.cwovu.eu, Church Without Walls International. Kun je een heleboel artikelen vinden. Ga er gerust eens even naartoe. Kijk ook naar mijn YouTube-pagina, Facebook-pagina. Heel veel onderwijs. Ik wil vandaag verder gaan over het fundament van ons geloof. Een paar weken terug ben ik ermee begonnen. Om eventjes te herhalen, Hebreeën 5, dat zegt Paulus waarschijnlijk tegen de Hebreeërs. Oké, hij zegt, jullie hebben weer opnieuw nodig dat je de eerste beginselen van de uitspraken van God leert. Je hebt nog melk nodig, hè. Tegen de tijd had je al leraars moeten zijn, maar je hebt nog melk nodig en geen vaste spijs, zegt hij. Wauw. En dan zegt hij in hoofdstuk 6, van moeten we het fundament laten liggen. Je zou nu al verder moeten bouwen, je zou al nu moeten gaan naar volwassenheid. En dan zegt hij, ons richt op het volkomene, zonder opnieuw het fundament te leggen. En daar gaat het over. Wat is het fundament van ons geloof? En hij noemt het hier, begint bij bekering van dode werken, dan geloof in God, dan een leer van dopen en oplegging der handen, opstanding der doden en een eeuwig oordeel. En die zal ik allemaal gaan behandelen. Ik heb het gehad over het fundament, waarom een fundament in je leven zo belangrijk is. Zonder dat goede fundament wat hier is, de eerste beginselen, de melk van het woord, kunnen we niet gezond opgroeien. Op een bepaald moment, als de stormen komen, als er een aardbeving komt in je leven, dan zal dat fundament kraken. Hoe zeg je dat? Zal kapot gaan. Je huis kan ineenstorten. En dat zien we ook om je heen. Mensen die zo lang al vaak al christenen waren en die dan ineens zeggen van, ik geloof niet in God. Denk je, hoe kan dat? Hoe kan je niet meer in God geloven? Waarschijnlijk omdat het fundament in hun leven niet goed gelegd is en men er al op ging bouwen, terwijl ze daar nog helemaal niet klaar voor waren. Goed, dat was dus hoe belangrijk een fundament is. Dat begon dus bij bekering van dode werken. Dode werken wil zeggen werken die niet leiden tot leven, die eigenlijk niks doen. En bekering, dat is niet een spijt hebben van iets, maar een werkelijke Bijbelse bekering, dat is dat je je omkeert van je vroegere leven, dat je dat achter je laat en dat je volkomen een nieuwe richting ingaat. Zoals dat ene lied gaat van, ik heb besloten Jezus te volgen. Het is een beslissing, ik keer niet terug, ik keer niet terug. Dat is een Bijbelse bekering. Vandaag ga ik het hebben over het tweede deel, een geloof in God. Nadat je hebt gezegd, oh boy, ik heb spijt, niet alleen spijt van het oude leven, maar ik wil dat niet meer. Ik wil een andere kant op. En je bekeert je ervan en je gaat richting God. Dan gaat het om geloof in God. En een geloof in God in de Griekse wil inderdaad zeggen een geloof dat volkomen gericht is op God en niet op iets anders. Met andere woorden, dat je alleen naar God kan komen omdat Hij het wil, niet door jouw werken. Wat jij hebt gedaan, kan jij God niet benaderen. Denk dat als je maar goed genoeg bent, dat je geloof in God kan hebben. Nee, nee. Het is niet een geloof dat vertrouwt op zijn werken, maar dat is geen Bijbels geloof. Efeze 2 vers 8 zegt, door genade ben je gered en door geloof. En dat niet van jezelf, dat is een gave van God, niet door werken, opdat niemand roemen. En daar zie je hoe dat begint, door genade ben je gered. Genade is iets wat God doet, wat in zijn hart was om jou te redden. En geloof is als jij het ontvangt en als je het aanneemt. Johannes 3 vers 16 zegt, want God heeft de wereld zo lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat was een deel van genade. Het was in Gods hart om zijn zoon te zenden, om zijn zoon te geven. En dan staat er op dat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. En dat geloof, dat kwam daarna. Eerst is die de genade. God gaf zijn zoon, hij had ons zo lief. Het was in zijn hart om zijn zoon te geven en wij nemen het aan. En dat is geloof aannemen, waar God in voorzien heeft en gewoon dankbaar daarvoor zijn, niet door je eigen werken. Goed, in Matteüs 16, vers 13, als Jezus aan zijn discipelen vraagt van, wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan geven ze een antwoord en dan zeggen ze van, ja, sommigen zeggen Elia, de doper, of Jeremia, of een van de andere profeten. En Jezus vraagt dan aan hen, maar wie zeg jij dat ik ben? En Simon Petrus, die altijd haantje de voorste is, die antwoordt direct. En die zegt, maar gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus zegt, wauw, je bent zalig, je bent gezegend, Simon. Want vlees en bloed heeft je dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Al voordat jij kan zeggen dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God, en dat je in hem kan geloven,
is daar eerst die openbaring van de Vader. De Vader openbaart wie Jezus is. Je bent nog bij Hebreeën 6, dus als je even gaat naar vers 4. En daar spreekt het over mensen die niet meer tot bekering gebracht kunnen worden. Nadat ze eerst geloofd hebben, afgevallen zijn. Mensen die heel bewust weten wie de Heer is. En geestelijk volwassen waren en dan toch de rug toekeren. Zegt de Bijbel, oké, die kun je niet opnieuw tot bekering brengen. Maar het gaat even over het proces waar het mee begint. Hebreeën 6 vers 4. Hij zegt, het is onmogelijk degene die eens verlicht zijn geweest. Dat is dat wat ik net noemde, die openbaring van de Vader. Van u, Jezus is de Zoon van God. Dat is het verlicht zijn geweest. En dan staat er van de hemelse gaven genoten hebben. Daarna pas kan je komen naar Jezus. De hemelse gave is Jezus. Dus eerst komt die openbaring van de Vader. Dan kunnen we komen tot Jezus. Johannes 6, laten we daar even naartoe gaan. Daar zegt Jezus dat ook zo mooi. In Johannes 6, vers 44 zegt hij, niemand komt tot mij komen tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Dus voordat jij tot Jezus kan komen, is de Vader bezig in je hart, in iemand anders hart. En hij trekt je als het ware naar hem toe. En vers 45, daar staat, een ieder die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot mij. Dus de Vader spreekt tot je, vertelt je over wie Jezus is. Dat hij niet zomaar een man was, of een profeet, of een goed man. Maar dat hij werkelijk de Zoon van God is. En dan kan je tot Jezus komen. In vers 40 noemt dat ook nog. Het is de wil mijns vaders, zegt Jezus, dat een ieder die de Zoon aanschouwt, die hem ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. Dus eerst komt dat de Vader jou trekt, dat hij openbaring geeft. Dat hij jou onderwijst over wie Jezus is. En dan aanschouw je de Zoon. Wauw, en dan geloof je, dan heb je eeuwig leven. Dan zie je wie hij is. Dus eerst die openbaring van wie Jezus is. Dan kunnen we komen tot hem. In Johannes 6 sprak de Heer ook over dat ze zijn bloed zouden eten. Even kijken hoor, ik wil even terug naar Johannes 6. En zijn vlees drinken enzovoort. En zijn discipelen begrepen dat niet. Johannes 6. En dan even kijken hoor. Waar staat dat hier? Mijn vlees is ware spijs en mijn bloed is ware drank. En dat begrepen ze allemaal niet. En discipelen die zeiden, wauw, dat is een hart. Deze reden is hart. En Jezus geeft u dat aanstoot. Hij zegt, mijn woorden die ik tot u gesproken heb, is geest en leven. En dan zegt hij vers 65, daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij kan komen tenzij het hem van de Vader gegeven is. En dan gaan we verder even naar vers 67. Daar staat, vele van zijn discipelen keerden zich van hem af en wandelden niet meer met hem. En Jezus zegt dan tot de 12, jullie willen toch ook niet weggaan? En Simon Petrus die antwoordt, die zegt, maar naar wie moeten wij gaan? Want u hebt woorden van eeuwig leven. En dan zegt hij in vers 69, en wij hebben geloofd en erkend dat gij zijt de heilige God. Wij hebben geloofd en erkend. En daar staat het ook in het Grieks. Niet alleen maar we geloven nu. Nee, we hebben geloofd en we hebben erkend dat u bent de Zoon van de levende God. Dus dan moet een moment in jouw leven komen dat jij weet, dat je weet, dat je weet dat Jezus de Zoon van God is. Dat je je hart opent voor hem en dat je dan geloof in God hebt. Hebreeën noemt van wie tot hem komt, moet geloven dat hij bestaat. Dat hij een beloner is van wie hem ernstig zoekt. En dan staat er ook dat als, want ware geloof dat rust van zijn werken. En net zoals God van zijn werken gerust heeft. Dus als je tot God komt, dan is er geen werken meer op dat moment. Je hoeft niet te werken, je hoeft geen dingen te doen om geaccepteerd te worden door hem. Maar ook nadat je je hart hebt geopend en gelooft in God. De volgende werken, normaal, er is bewijs van dat je gelooft in God. Maar het zijn niet die werken die jij moet doen om geaccepteerd te worden. Dan ga je zijn rust binnen, zegt Hebreeën dat. Dus zie je het proces hier in Hebreeën 6. Dat je allereerst, zeg maar, wat hier staat, het fundament gelegd is. Dat je je bekeert, dat je je omkeert. Het oude leven achter je laat, nooit meer daar naartoe gaat. En dan dat proces dat de Vader openbaart wie Jezus is. En dat je hem ziet en dat je hem aanneemt. Door genade ben je gered, door geloof. Eerst genade van de Vader. Hij had ons zo lief en je opent je leven en je hart voor hem.
En je gelooft in God. En dan kan je rusten van je werken. Je mag rusten naar van je werken. Want je gelooft. Er is een punt in jouw leven gekomen. Dat je weet. Dat Jezus de Zoon van de levende God is. Volgende keer gaan we verder met het andere. Dat gaat over een bekeer. Oh, daar hebben we net een leer van dopen. Meervoud. Dat is voor de volgende week. Tot dan.